Ja, Jens, ondanks dat je nog laat gelijk maakt, kan ik me voorstellen dat dit wel eens een verlies voelt. Ja. Ja, je had hem misschien op basis van de eerste helft moeten winnen. Ik denk dat de tweede helft en te weinig gecreëerd hebben en te slordig waren en het verschil was weer groot. Ja, denk ik. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Dat is moeilijk. Het heeft een klein beetje met scoreverloop te maken, denk ik. Je komt 1-0 en 2-1 achter. Ja, als je achterkomt ga je toch, ja, je wil heel graag gelijk maken en daardoor worden wij iets te onrustig. Verliezen we heel veel makkelijke ballen. Ja, ik denk dat we af en toe ook iets te lang willen doorcombineren. En de trekker kan iets eerder worden overgehaald. Maar al met al denk ik, ja, te weinig vandaag. Ik hoorde de trainer ook praten dat een aantal van de spelers de fitheid niet hadden die ze normaal gesproken wel hebben. Kan je daarin komen? Nou ja, ik weet niet hoe zij zich voelen natuurlijk, maar in principe hebben we een hele lange voorbereiding gedraaid. En zijn we zo goed mogelijk voorbereid om 3 wedstrijden in de week te spelen. Dus daar zou het niet aan moeten liggen. Ja, het zijn misschien kleine tikjes, maar op spierniveau zou het daar niet aan moeten liggen, denk ik. Elke wedstrijd is natuurlijk anders. Wat maakt het lastig om in deze omstandigheden te spelen tegen zo'n tegenstander als RKC? Hoe bedoel je in deze omstandigheden? Nou ja, weer een andere wedstrijd dan afgelopen donderdag. Ja, ik denk dat het zonder publiek eigenlijk in ons voordeel zou moeten werken. Ja, ik denk dat we de eerste helft wel redelijk spelen, maar tweede helft te slordig, wat ik zei. Ja, veelal de eindpaas die dan ontbreekt. Jullie komen er wel, misschien in die final third, zoals ze dat in Engeland zeggen. Ja. Maar dan die eindpaasen. Ja, klopt. Moeten we aan werken. Ja. Weer een gelijkspel. Het perspectief vertroebelt wat dat betreft op de bovenste plekken. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het is nu 3 punten. Dat is op dit moment al te veel, denk ik. Je weet dat je in het begin van de competitie nog geen sterke tegenstanders, tenminste een sterke tegenstanders tegenkomt. En dan moet je zoveel mogelijk punten halen. En dat laten we nu de laatste paar weken na. Werkt het ook niet mee dat er te veel wisselingen zijn in zo'n wedstrijd? Je speelt met 3 verschillende spitsen. Er komen nieuwe jongens in. Ook omdat je moet wisselen. Nee, het niveau zou goed genoeg moeten blijven. Dus daar wil ik het niet aan weten. Het ligt echt bij onszelf, hoe wij het zelf invullen en niet per se aan welke spelers op het veld staan. Snel door naar donderdag, hoe kijk je daarnaar uit? Ja, gelukkig snel weer een nieuwe wedstrijd. Helaas zonder supporters, maar Europese wedstrijden zijn, blijven toch leuk. En die wil je laten zien, dus ik hoop dat we in ieder geval de lijn van donderdag een beetje door kunnen trekken. Dankjewel.